Wij zien de kantoren die gebruik maken van de digitaliseringsmogelijkheden van VKG, dat zij tot 40% minder met administratie bezig zijn. Dat houdt in dat het kantoor 80% van de tijd effectief kan inzetten in het klantcontact. Mijn naam is Erik-Jan van den Berg. Ik ben werkzaam bij VKG. Wij ondersteunen adviseurs bij het efficiënt zaken kunnen doen in de verzekeringen, efficiënt verzekeringen kunnen onderbrengen. De ICT is zo belangrijk omdat de adviseur eigenlijk verzandt in het administreren van polissen. En bij Wijn geloven, als je dat proces heel efficiënt weet te organiseren, houdt hij veel meer tijd over voor klantcontact. En vooral tijd over voor relevant klantcontact. Onder relevant klantcontact verstaan wij niet het verzenden van een nieuwsbrief. Dat zien we heel veel in de markt. Er gaat geen unieke nieuwsbrief naar alle klanten uit. Waar wij de adviseur bij helpen, is dat we echt specifiek naar de behoeften van de klant kijken. De adviseur kan zijn klanten segmenteren en bepaalde campagnes aanzetten die naar de klant verzonden worden. Waar we denken ook de slag kunnen maken is het besparen op ICT-kosten. Adviseurs geven enorm veel geld uit aan assurantiepakketten, backups en neem maar wat je allemaal moet gaan doen. Ja, en wij kunnen dat voor hun ontzorgen door een volwaardig assurantiepakket aan te bieden. Wij zien kantoren die gebruik maken van de digitaliseringsmogelijkheden, dat zij tot 40% minder met administratie bezig zijn. Dat houdt in dat het kantoor 80% van de tijd effectief kan inzetten in het klantcontact. En effectief klantcontact resulteert natuurlijk voor het kantoor in een hogere polisdichtheid. Gemiddeld nu 2,7 ga je dan echt naar het hele pakket wat de klant nodig heeft aan dekkingen. Als we daarnaar kijken is het alleen maar win-win-win voor de klant. Die heeft alles bij de adviseur lopen. En voor de adviseur win-win-win omdat hij alles van zijn klant weet en hem ook optimaal kan bedienen. En dus de winstgevendheid voor het kantoor toeneemt. Begin klein en maak gebruik van bestaande technieken. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je zo kunt starten?